We zijn live. Op Vitali Feiten. Facebook. Heb je Facebook? Nee, ik heb wel Instagram. Daar ben ik heel vaak live. Oh, wij doen niet Instagram. Kijk eens, Pop, ik zet hier, ja? We gaan gewoon lekker met je moeder kletsen en dat zetten we online. En, maar ik wil dat Gino ook komt. Ja, die komt toch vanzelf? Nou, dan gaan we zo meteen nog een keer live. Maar jouw mening is ook wel... Hoe is je batterij? Die is... Moet ik de lenk aan pakken? 90%. Anders pak ik het inderdaad. Ja, moet ik even naar de camper, want daar ligt mijn oplaadkamer. Dit ding is ook cool. Ja, hè? Dat wil ik ook vorig jaar nog. Ja, wow. Zullen we nou ook... Hé, mijn is ook 90. Ja. Ze wil eigenlijk alles. Ja. Maar dan kan je al heel goed oefenen met je telefoon, hè, foto's maken. Ja, ze ik heb ook een foto. Oh. Okay. Ja. Ja, ja. Stoer. En daar wil ik wel zijn erop. Ja, hè? Niet zo. Ja. Moet jij nog soep? Je doet even vol, hè? Ja, joh. Ik wil zo meteen wel een bakje koffie. Ja, maar helemaal lekker zo. Leuk ook, voel me lekker. Mooi zo. Fijne energie. Ja? Ja. En jullie zijn mensen dat ik geen zaal hoef te branden, zie je best geen. Hè? Nee, hoe zou je het toch wel doen hoor, van CK. Ja, ja. Ik weet nooit wat de meeste vraag is. Hè. Oh. Nou, gisteren had het wel even zwaar. Ja? Ja, ik ben bij je koek geweest al. Ja? En dat is een hele lieve paal. Maar ik heb gewoon een hoop meegemaakt. Ik zit nog met een bepaalde boosheid. En heb ik hem ook gezegd. Nou, ik ga hem wel geven. Ja, maar weet je wel wat ze hebben gedaan? En ze hebben echt verschrikkelijke dingen gedaan, hè? Maar toch, als ik jou blijf haten... Ga je vergeven, ga je eigenlijk jezelf rust geven. Ja, maar als ik jou blijf haten... Ik hou die energie dus bij me. Dus ja. Ik maak mezelf ziek. Die anderen voelt er niks van hoor, degene die je haat. Nee. Ja, of je moet het echt richten van, want je kan elkaar heel op afstand, dus je kan elkaar ook ziek maken op afstand. Ja, dan kan je dat kan ook doen, maar ja. Ja? Iets liever. Net zoals die vuurbal in je hand houden, dat plaatje. Dan hou je vuurbal in je hand om te kunnen gooien, maar je brandt jezelf ermee. Eigenlijk, zo werkt dat, dat is lastig. Maar dat zeg ik, in deze wereld is het gewoon moeilijk om niet vanuit ego te handelen. Maar ik ben er nog steeds niet achter wanneer ik in ego sta of wanneer niet. Ik, het heel moeilijk, Je intuïtie vertelt je dat. Verwijder, je intuïtie weet donders goed wanneer iets goed is en wanneer iets fout is. Ik was laatst in een relatie en er was een heel lief jongen, echt een heel lief jongen. Alleen zelf heel veel issues en die heb ik zelf ook, weet je, iedereen heeft zijn dingen. Maar wij levelden niet echt. En ik, normaal ben ik echt, ik wil niet zeggen dat ik altijd liefde ben, maar ik deel graag liefde en zelfs mijn ergste vijand gun ik altijd geluk. Ja. Want zolang hij gelukkig is, valt hij mij niet lastig. Ja. Zo denk ik dan, hè. Dat is eigenlijk eigen win. Maar doordat wij elkaar zo triggerden, kon ik bijna geen liefde meer voelen. En niet alleen voelen, niet meer handelen, niks. Ik raakte gewoon een beetje van mezelf vandaan ofzo. En dat is lastig. Nou ja. Ik wil ook geen nooit meer een relatie. Nee. Ik wil wel samen zijn met iemand. Precies. Want een relatie komt met allerlei afspraken. En dan ga je mee in die mind control zitten. Ja. En dan ga je, ga je aan proberen te houden. Ja. Goedemorgen. Kijk, hij heeft zijn JBL-box mee. Ook net wakker, kijk hem eens. Bastiaan. Hoi. Gino. Kijk, we zijn live. Hoi, hey, is spaghetti. Heb je ook eens mee? Maar oh, oké. Okay. Ja. Michel. Nummer 10. Hey Gino. Coole naam. Gino. Ook wel. Een beetje Italiaans. Oh, net wat veel. Dat is bij mijn oma. Ja, dus wat zei je als laatst? Dat een relatie niet werkt. Want je legt elkaar dingen op, je ziet elkaar als bezit. En je bent, stel dat ik met iemand in een relatie ben en ik ga voor een levenservaring 6 maanden naar Australië, laat me gaan. Ja. Nee, maar niet. Maar dat is andersom ook. Ja. Mensen willen zelf wel vrij zijn, maar niet de ander vrijheid gunnen. Het gunnen ontbreekt heel vaak. En het bezittelijk. Vertrouwen is dat. Ja. Wat ontbreekt, wat niet raar is, want alle vijf. Nou, als zou jij dat doen bijvoorbeeld, wij zouden in een samenzijn zitten, dan zou ik zou dan maar in kunnen leven. Ja, wat fijn dat ze doet wat zij wil. Ja, precies. Maar een ander, die gaat in zijn ego zitten en zegt, nee, ik had het eigenlijk ook. En die gaat ja, maar zo hoort dat niet. Ja, maar ze zegt, ik wil dat ze hier is. Ze hoort er bij mij te zijn en houdt ze dan niet van me dat ze daar is. En dan vindt ze misschien iemand die beter is dan mij, dus maar eigenlijk wel zeker. Angst. Ja, angst. Het is allemaal gebaseerd op angst.
Dat is waarom. Kijk maar wat er bij mensen gebeurt als ik tegen hun vertel dat de aarde plat is. Er komt zoveel angst op hun af. Nou, ik heb een keer met iemand gehad over hardcore muziek is ook illuminatie of zo. Hardcore muziek is eigenlijk je mind. Toen dacht ik, hoe? Hardcore geeft mij energie, het geeft mij alles. Echt, ja, het geeft mij gewoon. Dat geeft energie. Ja, ja, tuurlijk. Maar toen werd ik even van mijn eigen ding gestoten. Want toen dacht ik van, hè? Wat? Ja, maar er is niet zoiets als een collectieve energie die dan voor jou bepaalt wat het voor jou is. Als jij daarheen gaat met je juiste intenties en met liefde en plezier en of die beats nou 80 of 180 zijn, dat doet het dan toch niet toe. 240. Nou ja, het gaat om jou, het gaat om jouw intentie die jij er mij geeft. Maar ik ben bijna dat ik voor het eerst gabber muziek hoorde, ben ik al echt helemaal van de gabber. En dan word je eigenlijk van je realiteit afgestoten. Het is dan wat waar, maar je wordt eigenlijk een beetje. Wat is die bakken? Moet ik even omspoelen, zeg maar. Er kijken drie mensen mee. En Peter te horst heeft. Gezwaard? Nee. Ga jij dat maar bij deze mensen kijken? Saskia Jansen. Oké. Ja, Saskia Jansen zijn we de eerste dag geweest. Nou, ook hele lieve mevrouw. Hele lieve mevrouw. Hele lieve mevrouw. Oh, alleen die. Ja. Ja, we hebben niet zoveel kijkers, maar dat hoeft ook niet. We doen het een beetje voor onszelf. En de meesten die kijken ook daarna, hè? Ja, die durven niet. Ik wil het ook heel graag doen, hè? Want ik heb heel veel mensen op Facebook die ik nog nooit gezien heb, maar waar je wel een soort van connectie mee voelt. Ja. En dan wil ik gewoon rondtoeren en gewoon bij iedereen aanschuiven, weet je wel, van een bakje koffie. Maar dat is toch gevaarlijk? Ja. Had ik net zo'n CEO-koffie? Ja? Vind je dat niet lekker? Nee, normaal niet. Maar ik vind het lekker bakken. Ja, oploskoffie vind ik lekkerder. Eerst eet maar eens wat. Oké, nu. Mooi zo. Kijk, ik heb alleen deze twee oplos. Ah, weet ik een beetje zo draaien. En zo. Moet even moeten zeggen. Want ik heb alleen deze. Jij vindt het ook wel interessant, de vorm van aarde. Doe dan maar bij je aarde. Heb papa oplos koffie? Ja, mooi man. Wil je even vragen? Mooi dat de jeugd dat ook interessant vindt. Er kijkt iemand anders, er kijken twee. Boneman ook kijkt. Nee, dat snap ik ook. Die zeggen altijd, ik ben niet wijs. Kijk, Boneman ook. Ja, de juffrouw heeft toch gezegd dat hij rond is en draait en alles, dus is dat toch waar? Ja, ook de juffrouw en de meester zijn hier normaal ingenomen. Boneman ook en Peter nog wat kijkt mee. Peter nog wat? Ja. Peter zo? Peter nog wat? Hij is naar boven. Hé, hey, Peter nog wat? Ja, oké. En Boneman ook. Boneman ook. Ja. Bone kijkt ook. Ja, nou leuk, we zijn hier bij Linda en haar kinderen. Leuk. En nou, hij is dus ook geïnteresseerd in de vorm van de aarde en hoe het werkt. Dat is erg leuk. Benno Moon, kijk, ben jij de regisseuse? Ja. Wat is dat? Dan vertel jij ons wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Ik ben dat in de eindvind. Kijk, je kan ook zo doen, hè. Kijk, zo. En dan ben je zelf in beeld. Wil je niet in beeld? Nee, ook niet. Ze wil niet in beeld. Waarom niet? Weet niet. Komt die kom. Nee. Oh, de regisseuse wil niet in beeld. Nee. Daarom word je ook regisseuse, hè? Maar we zijn bij Queenie de Goeiste thuis. Nou, behalve, word je ook niet? Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Een hele goede regisseur van films. En die zet zichzelf af en toe een heel klein rolletje in de film zelf. Ja. Maar niemand herkent hem dan. En is hij bijvoorbeeld iemand die gewoon langs op of een krant leest op een bankje. Dat doet hij even zo en dan leest hij wel. Maar het gaat dan om die andere mensen die er voorbij lopen. En dan komt hij toch even in de film voor. Dat doet hij. Waarom? Ja, dat vindt hij leuk. Als regisseur zijn met kleine rolletjes. En je wordt gebeld. John Erkel. Oh ja. Gebeld. Ja, dat moet wel op aan. Ja. We zijn nou even live. Ja. Ja, John, als je kijkt, ken die bellen, die zijn live met zijn telefoon. Gisteren waren we bij John en de buurt, bijna weer. Zo, hè? Goed begin van de dag is een volle maag. Heb je al gedoucht? Nee, eerst even eten. Oh, oké. Okay. Lekker man, wat een toetemaakje. Dat is lekker. En gezond. Helpen. Broodje gezond. Dankjewel. Oh. Zeik het, hè? Eet die wortel? Een hond die wortel eet? Oh, dat eet je later nog.
maken ook muziek dus. Wij maken muziek. Wij moeten altijd. Niet altijd, je doet een mooie. Dat probeer mama die 240 beats per seconde mee te houden met dat ding. Nou ja, maar soms heb je er zin in, soms niet toch. Maar dan hebben jullie wel geluk, zeg, dat papa en mama bijna naast elkaar wonen. Of naast elkaar. Ja, zijn deur staan aan een andere kant. Gaat, we zijn wel tuinbuurtjes. Dus als je het niet eens bent met mama, zeg je, gaan we van papa vragen. Doen we ook. Doen we ook. Ja. Ja. Kijk, ja. En we maken gewoon een nood en deugd. Ja, als ik zijn lekker gehaaid, dat vind ik. Mooi man. Hebben we de wereld nodig, liever? Nee. Zullen we het niet van een vreemde hebben, hè? Mooi. Nee. Ja, met, hij is ontkent alles. Wat? Ik heb het niet gehoord. Je zegt, ze zullen het niet van een vreemde hebben. Ja. Want het komt toch van jou of van je paard natuurlijk vandaan. Ja, over vaccinaties hadden we het ook, hè? Want we moesten natuurlijk gevaccineerd worden. En toen ze zijn nu 12 en 11 bijna, volgende maand. Hij deze maand en zij het volgende maand. En toen met vaccinaties, de eerste vaccinaties wist ik nergens van. Ik dacht, ja, moet. Ja. Ja, nooit over nagedacht verder. Ja, maar toen was zij 4 en zij was 3. En toen moest hij zijn 4 jaar. Toen heb ik dat een jaar lang uitgesteld, want toen begon ik een beetje de dingen op te pikken en zo. Toen heb ik dat uitgesteld en... maar ja, die vader die was een beetje bang, want moet toch. Ja, zo dus vader, een vaccinering, je bent toch geleerd? Maar hij zat wel een beetje, hij was ook aan het onderzoeken erin en zo. Maar het consultatiebureau kwam gewoon aan de deur, hè. Gewoon vragen waarom kom je niet en brieven, e-mailen en bellen. En stonden ze voor de deur, zei nee, ik doe het niet, ik zou niet weten zelf niet. Ze ja. Hebben zijn inkomsten. Ja. Ja. Dan komen ze hun inkomsten halen. Ja, het is wat, hè. Maar toen uiteindelijk, toen was hij 5 en zij 4. Toen was er in een kennissenkring was iemand overleden aan streptokokken. En toen was toch, klein kindje, het was toch die angst van mijn hoger. Oh, 6 kijkers! Dus toen heb ik het uiteindelijk toch gedaan. Heb hij toch die van 5 gehad en zij toch die van 4. Maar nu... Ja, mijn kinderen hebben ook alles spuit gehad. Ik wist toen ook helemaal niks. Nee. Ook. Maar het is wel erger geworden. Ja, maar wel minder. Het is wel erger geworden in de jaren natuurlijk. Want er steeds meer en steeds meer. Ja. Ik zou misschien ooit nog wel een keer kijken, maar ergens ook weer niet. Omdat ik dan op deze wereld... 7 kijkers. Ja, ik wil... Ja, het is maar hoe waarom je kijkt, je dan voor de wereld zou mensen? Het juist goed zijn. Want dat dan krijg je wel je hebt nog naar niemand gezwaaid. Kind wat een bewustzijn meekrijgt van hun beste ouders. Zeus, hè? Die dan een lichtpuntje kunnen zijn op aarde. Ja. Dus het is maar hoe je ernaar wat kijkt. Wat leuk dat er zoveel mensen kijken. Ja. Snap je? Ja. Wat is je record? Maar ze zeggen, ja, het is een klote wereld. Des te meer lichtpuntjes hebben we nodig. Ja, oh, dat weet ik niet. Daar hou ik niet bij. Ja. Nee. Meer dan 30? Hè? Meer dan 30? Ja, wel meer dan 30. Ik voelde me zwak. Toen had ik mag alleen mensen die laten zien. Ik ben bang voor niks. We hebben wel meer dan 30. Ja, als je kinderen, als dit, als dan, dat. Ja. Maar niet in angst leven. Hè? Kijk, nou eens eentje minder. Maar ja, we zitten nou ook niet echt. We zitten alleen nog een beetje te kletsen, zeg maar. Zometeen gaan we met Gino gaan we die eventjes van. Mag ik een paar vragen stellen aan Bas? Bol geloven, gaan we die plat weten maken. Nee, misschien moet er nog eentje in. Heb je liever sterke koffie of niet? Ik hou van sterke koffie, ja. Doe ik er nog een. Oh, lekker. Ik zie jou echt kijken zo. Wat zeg je? Ik zie hem eens. Kijk, en als je dan deze doet. Slim, man. Ze zijn slim. Wat deze? Moet je niet lukken? Nou, ik wou er, ze wil niet jezelf in beeld. Dus ik denk, nou, dan doe ik even de camera omkeren. En dan ging ze gelijk weg. Petskop, hè? Intelligent, hè? Ja, maar wat zijn jullie van elkaar dan? Vrienden. Is mijn vriendje en ik ben zijn vriendje. Ze zijn partners. Ja. Nee hoor. Partner is in de waarheid. Ja, we zijn een gekruid koppeltje. Die hebben ook geen... Nee. Ja. Ja. Maar kan iedereen zien van de wereld? Als ze dat willen, dan kan dat, ja. Maar dat kan niet, want dan... Hebben jullie een openbaar account? Wat hebben we? Een openbaar account. Openbaar account, ja? Ja. Nee, je deelt alles openbaar, toch? Ja, alles openbaar. Nou ja, het is wel in maar een groep. Maar hij is een volwassen man. Ja, maar nu zitten jullie daar ook. Ja, maar ik ben een volwassen vrouw. Ja, maar hij niet. Ja, maar hij is onder begeleiding nu, hè? Ja, hij is nu onder begeleiding, hè? Wij zijn erbij. Ja. Stel nou, mama's. Ja, als je alleen de kaartjes gezien. Ja, want ze wil graag een openbaar account. Die zegt, nee, gaan we niet doen. Want ik wil weten wie jouw dingen krijgt. Nee, niet op Instagram.
Nee, maar weet je wat het is? Kijk, als wij hebben de controle over. Als wij iets niet willen, dan doen we dat niet. Zelfs wij hebben soms zelfs de controle over. Ja. Maar er zijn heel veel mensen op deze wereld die hebben het niet zo goed voor met jou als jezelf. En die zijn op zoek naar kindjes van jouw leeftijd met een openbaar account om die te gaan manipuleren. Dus zonder dat jij het dan weet, word je gemanipuleerd door iemand die zich heel lief voordoet, maar alleen op één ding uit is. Ja, ontvoeren en nooit meer terugbrengen. En zelfs bij ons ook, hè? Maar bij ons is het ook van dat de mensen op ons profiel komen. Met nepprofielen, met hele verkeerde namen en nepfoto's, weet je. Nou, dan gaan ze bij mij wel niet veel doen, omdat ik al wat groter ben natuurlijk. Maar ja. Dus ze zegt het in ieder geval uit liefde, uit een bescherming voor jou. Ja. Als je dan oud genoeg bent, dan kun je het allemaal zelf wel weer handelen. Ja, ze krijgen veel breken. Het is niet zo dat ze het je niet gunt en dat ze het niet wil, maar ze beschermt je. En het is ook nodig. Ze twijfelt constant aan mooie autoriteit, dus dan gaan ze constant checken. Ja. En hoe zit dat dan? Maar dat is ook logisch, want als je de meeste volwassenen gedragen zijn als kinderen, dus die kinderen gaan zich ook afvragen van... Wat is er aan de hand? Zal ik het niet zelf gaan regelen? Ja. Weet je, dus dat... Ja, ga verder. Ik krijg elke week wel, krijg ik zo dat ik het langer aan lopen, dat ik het toestaan of weigeren, dat ik een sms'je krijg en dan staat er... How are you doing of zoiets? Ja, nee. How are you doing? Ja, gewoon van een hele groep. Wie ben je? Wat bemoei je mee? Rot op. Ja, ik wil graag en wat voel je daarbij? Ja, mijn, dat foto's delen aan jou en zo. En een hele groep zit er, hè, met 20 mensen of zo. Hij moet nog gewoon afwijzen. Ja. Kun jij dat ook? En reageer je erop? Nee, want als ik het afwijs, kan ik niet reageren. En ik doe het altijd afwijzen. Maar zie je wat ik bedoel? En zie je dat ze het zelf wel. Maar die krijgen wij als volwassenen ook, hè? Krijgen we ook de berichtjes van allemaal vrouwen. En we weten ook dat er dingen zijn dat ze mij proberen, weet ik veel, geld te laten storten. Of dan denk ik, zie ik een hele lieve vrouw. En dan doet zich voor als een hele lieve vrouw. En dan blijkt er gewoon een of andere Suriname in Afghanistan te zitten. Of weet ik veel waar die zit. En die probeert geld van mij af te troggelen. Met een leugen. Dan zit hij, oh ja, ik heb mijn geld niet gehad. Ik ben zo zielig. En ik heb pijn in mijn rug. En ik moet naar de dokter. Ik kan het niet betalen. Oh. En dan sturen ze een foto. Dat ze heel lief kijken. En dat ze hele mooie kleertjes hebben. Dan gaan ze ook, oh, ik vind je lief. En dan ga ik geld storten. Ja, want ik vind het leuk. Ik vind het aardig. Want ze praten heel lief. En dan ga ik verder onderzoeken en dan blijkt het gewoon een of andere dikke man te zijn die achter de computer zit en denkt, ja, ik heb er weer even zo de biet, ik heb er geld gepikt. Ja. Weet je, dat soort dingen gebeuren. Het gaat ook niet om jou. Valet, ja, hè? Ja. Het gaat ook niet om jou, het gaat om de verantwoordelijkheid die anderen niet kunnen nemen. Ja. Er zijn mensen die kunnen, als volwassen, er zijn meer volwassen mensen die hun verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. Dus het is geen bescherming van hun, maar van jou. Voor hun. Er zijn mensen die denken alles maar te kunnen doen. Ja, want die wonen op een bol en die denken dat alles wel geoorloofd is. Ben doen? Zwaaien. Even aan het zwaaien. Oh. Het is een regisseur. Ja, doe dan even zo zwaaien. Ja. Met je gezicht. Kom, laat even één keer je gezicht zien dan. Nou, mag dat openbaar. Ik zat net daar. Oh. Ik ben het wakker. Dus, Hedy, ik had wel een vragenlijstje gemaakt. Je mag alles vragen. Kijk maar. En het is niet om je te verantwoorden, hè? Maar het is meer om te begrijpen. Toch? Ja, inzichten te geven. Water levend maken, aarde magneten. Ja, het rijstexperiment. Oh, we hebben het rijstexperiment gedaan. Dat is in die potjes. Ja, schelden en liefde. Ik heb er en negeren. Die negeren zijn wel beschimmeld. Oh ja? Maar het zit wel in een ander potje, dus dat kan er misschien mee te maken hebben. Zou het een maand geleden zijn al? We hebben de laatste week er niet meer tegen gepraat, hè? Ik heb eigenlijk helemaal niet tegen gepraat. Nee, we hebben er niet meer tegen gepraat. Oh, ik wel. Ja? Ja. Kijk, maar het zit dus in een ander potje. Ik heb het potje wel goed afgewassen, maar dit is negeren. Oké. Maar het kan dus aan het potje liggen. En dit is boos. Nou, niet kijken hoor, verder, want die negeren wel deze. Oh ja, die moet je niet... Daar kijken we niet naar. Nee. En deze hier doen we heel boos tegen. Lelijkheid. En hier zijn we heel lief voor. Heb je dat zie je ook, hè? Water heb je er zelf in gedaan. Ja. Ja, dat moest. Ja, dat hebben wij gewoon gedaan. Ja. Ik zie niet heel veel verschil, alleen bij lief zie ik af en toe belletjes omhoog komen, wat ik bij boos niet zie. Lopen! Ja. Je zou eigenlijk die ook met groene pesto potje houden. Ja, precies. Dus we gaan het opnieuw doen.
Want daarom, ja, deze hebben we wel echt zwaar genegeerd natuurlijk. Maar ik weet niet of dat echt zo erg gaat. Ja, vanavond, wat wil je vanavond eten? Lekker rijst hier eten. Saus zit er al bij, we gaan alleen maar water overheen te gieten. Maar dat is ook weer, dat is perfect eigenlijk voor de platte aarde. Want het heeft allemaal te maken met intentie. Welke intentie gooi jij in het veld? Ja. Weet je, als je op de bol in de ruimte woont, dan doet allemaal niks ertoe. En dan kan je allemaal elkaar lopen aftroggelen voor geld en lelijk doen tegen elkaar. Dan heeft dat zogenaamd geen effect. Maar alles heeft effect. Nou, ik wil natuurlijk, ik heb de laatste tijd een beetje last van dat, niet van mensen, maar ikzelf met mensen. Vooral als ik te lang ben met mensen, terwijl ik vroeger echt met mensen altijd was. Maar als ik te lang ben met mensen, wil ik graag weer weg en alleen zijn ofzo. Ja. Of, en ik wil niet dat ik over 10 tot 15 jaar naar een zelfvoorzienend dorp ga. Omdat die heel erg pittig is. De intentie moet niet zijn dat ik wil vluchten. Maar omdat ik daar echt wil wonen, zelfvoorzienend. Nee, je zit in een shift. Dus de mensen, sommige mensen kan je niet meer zo lang bij zijn, omdat ze eigenlijk tegen je energie aan zitten. Ja. En dan wil je gewoon weg, want je voelt het ook alsof van, je wordt ongeïnteresseerd en je hebt zoiets van, je wil thuis zijn. Ja, het lijkt alsof je soms harteloos wordt dan ook. Ja. Omdat je gewoon het gevoel hebt dat je de hele tijd ergens tegenaan loopt, je komt toch nergens door of zo. Ja. Ja, dat is het. En zeker en met de platte aarde is dat nog erger, want dan krijg je Dan willen ze tegen jou eigenlijk. Ja. Dan gaan ze die energie terugsturen. Nu denken ze, laat die knie niet meer even. Op het moment dat je dus de echte waarheid deelt, om het zo maar even te zeggen, wat mensen echt afstoot, dan wordt het alleen maar erger. Ja, maar dat heb ik wel gemerkt toen ik berichten begon te delen over, kort gezegd, want dat kennen de meeste mensen wel, Illuminati. Die berichten die je daarvan, toen ik er een beetje mee begon met van wat gebeurt er eigenlijk in de wereld, toen merkte ik al zoveel weerstand dat mensen in mijn privé zeiden van, kan je niet weer normaal doen? Want waar heb je het dan over? We slaat het op. Ja. En constant tegen die muur. En dan zei ik gewoon, ben je achterlijk? Waarom? De vraag moet zijn, wat is dan normaal? Ja. Ja, dat zegt ze ook wel eens. Wat is dan normaal? Is het gedrag wat jullie vertonen normaal? Want door jullie normale gedrag krijg ik aversie. En de enige reden waarom ik dit nu aan het doen ben, is omdat jullie het niet normaal doen. Want het collectief doet niet meer normaal. Als je het collectief gaat bekijken hoe ze onder druk staan, hoe ze onder stress staan, hoe ze aan de medicatie zitten, hoe ze zich druk maken om dingen buiten zichzelf, door de media, door het nieuws, door de propaganda. Weet je, ze zien nog steeds niet dat al die zaken op hun af worden gestuurd om hun eigen bewustzijn in de war te sturen. Want de Illuminati kan geen effect hebben op deze wereld, anders dan dat ze in ons hoofd gaan zitten. De enige reden dat ze deze wereld... Dus het is echt letterlijk dat inkleuren? Ja, zoals de Matrix dat duidelijk maakt. De Matrix was ook geen film, het was een documentaire in symboliek over waar dat zie je bijna met heel veel films. Je ziet ook op een gegeven moment, als hij wakker wordt, dan wordt hij wakker uit dat bad en dan kijkt hij over, net voordat hij doorgespoeld wordt, want dat word je, hè, als je wakker wordt, word je doorgespoeld. Dan ga je door de stroom word je heen getrokken. Maar op een gegeven moment wordt hij wakker en dan ziet hij eigenlijk alle mensen, alle bewustzijnsvormen, ziet hij aan een soort stok zitten, allemaal in hun eigen kokonnetjes. Ja. Dus hij wordt wakker en zegt, dit is niet de maatschappij die mij verteld is. Dit is niet hoe ik naar school ben gegaan en dat al die dingen me werden verteld. Wat ik allemaal niet kon worden. Dit is één grote slavernij van mensen die niet eens weten dat ze aan zo'n stok hangen. In hun eigen kokonnetje. Dat weten ze niet. Er zitten heel veel mensen zitten de maatschappij te dienen. Terwijl ze alleen maar... De mensen die mij bijvoorbeeld vroeger dan... Ik heb nou geen uitkering meer, maar die vroeger mijn uitkering deden. Was een man of 5, 6 was mij de hele dag aan het controleren. En die mensen denken echt in hun kornetje dat ze goed werk doen, maar ze doen juist het allerslechtste werk wat er is. Want eigenlijk zouden hun moeten zeggen, nou weet je wat, neem onze salaris allemaal maar. Nee, dan heb je 7 keer zoveel, dan ben jij veel sneller uit de poep waar je in zit als dat je nu zit. Ja. Maar dat kan niet, want ze zijn allemaal afhankelijk van dat geld. Want anders hebben ze zelf geen leven meer. Want mijn accountmanager, noemen ze dat, geen uitleg over de Illuminati, over dat de aarde plat is, over de leugens van het systeem, over dat hij eigenlijk zeg maar de natte droom van Adolf Hitler aan het verwezenlijken is. Ja, het enige wat hij kon zeggen, net als die twee agenten, ja, je hebt gelijk, maar we zitten nou eenmaal in deze situatie. En als ik
als ik ga vinden wat jij vindt, zit ik zo meteen aan de andere kant van de tafel. Ja. Dus ze weten donders goed dat als ze zich tegen dit systeem keren, dat ze uitgekotst worden. Ja. En dat is wel... ik weet niet of dat nog gaat komen. Ja, dat komt. 100%. Alleen... Bijvoorbeeld collectief niet meer je zorgverzekering betalen. Dat is zo lastig, ja, want ze zijn bang. Ja, ik heb het gelezen. Maar daar had ik ook al gereageerd. Dus als ik nu gewoon stop en zeg, maar ik heb al erin mee ingestemd door te betalen. Als je al eenmaal betaald hebt, dan heb je er eigenlijk mee ingestemd. Voorschijnend inzicht. Ja, en een geloofssysteem. Kijk, alles... De hele afspraak kun je afkomen, want als jij inzicht hebt gekregen van hey, dit komt eigenlijk op een gegeven moment eigenlijk een stoplichting, ja, dan ga ik niet meer betalen toch, want nou weet ik het, ja, zo niet het. Ja. Natuurlijk, dan kun je onder elk contract kun je uitkomen, fuck af. Ik wist dat niet beter. Het heeft allemaal te maken met geloofssystemen. Ze stoppen je ook in een geloofssysteem. De bol, de ruimte, de planeten zijn een geloofssysteem. En dat geloofssysteem wordt massaal gemaakt omdat ze het iedereen overal vertellen, via de televisie, via de media, op school. Ja, waarheid. Ja. Omdat wij het gaan zien, oh, dan zal dat wel de waarheid zijn. En, dan, wat, en dat is ook het mooiste van het woord geloven, want je zegt letterlijk, ja, ik geloof het wel. En geloven is eigenlijk zeggen dat je niet zeker weet. Ja. Dus 95% van de mensen weet niet zeker wie die is en waar die woont en hoe die zich moet gedragen. Maar die gaan zich gedragen naar het collectief, het geloofssysteem. Dus het enige wat je hoeft te doen is te vertellen tegen die instanties dat je een ander geloofssysteem hebt. Dat is ook het enige wapen. Wat eigenlijk weer een leugen is, want geloof is het slechtste wat er is. Maar waar je wel mee kan verdedigen. Want hun bekogelen jou met een geloofssysteem. Wat je maar moet aannemen. Want heel veel mensen zeggen ook, ja, het is nou eenmaal zo. Hoezo? Nee, precies. Dat is ook mijn eerste vraag. Hoezo? Leg me dan uit. Ja, nee, maar de buurman vindt dat en de huisarts verderop vinden dat. Dus, dan, ja. Dus ze zetten jou in een geloofssysteem. Het enige wat je daartegen kan doen is een padstelling creëren. En zeggen, kijk, maar dit is mijn geloofssysteem. Volgens mijn geloof moet je geen chemicaliën in mijn kind gaan spuiten. Volgens mijn geloof moeten we geen belasting gaan betalen om in Irak en Iran een oorlog te gaan voeren die niet legitiem is. Ja. Dat is mijn geloofssysteem. En dan krijg je me echt niet vanaf. Mijn geloofssysteem is ook dat de aarde vlak is en niet een draaiende bol. Ik weet dat zeker, maar ik kan het wel gebruiken. Dit is mijn geloofssysteem. Ja. Dus het enige wat je kan doen is hun eigen wapens gebruiken. Je moet hun leren identificeren over wat ze doen. Dus... Ze maken ons helemaal gek met een bol in de ruimte. We gaan zo meteen naar andere planeten. Dus gaan we lekker door met deze planeet. Helemaal slopen. Dat is niet erg, want we zijn nu onderweg naar Mars. En dan gaan we een atmosfeer creëren. Dan kunnen we daar gaan wonen. Maar er is geen planeet B. Er is niet eens een planeet. Snap je? Dus we kunnen niet weg. We kunnen er niet af. We kunnen niet ergens heen. We moeten voor onze moeder aarde zorgen. Er is geen Mars. Nee. Ja, er is wel een Mars. Wat ze Mars noemen. Er is een lichtje. Maar is een licht. Ja. En ze lichtje in de lucht. Lichtbron. Wat ook weer. En nog mooier, die schijnt in jou. Al die lichtjes zijn allemaal zonnetjes en maantjes. En al die geven allemaal een eigen licht. In het oneindige donkere universum waarin ons zonnestelsel alleen onze zon is. Dat kan toch niet? Dat is onzin. Ze geven allemaal licht. En nog mooier, je kan het licht waarnemen. Dus alle lampjes die jij 's nachts ziet staan gericht op jouw ogen. Ja. Als ik ergens aan de andere kant... Nou, dat vroeg ik me dus af. Ja. Ziet zeg maar, Japan en Rusland zien die dezelfde... Ik zie niet eens hetzelfde als jij. Japan en Amerika zien niet... Ik zie niet eens hetzelfde. Nee, omdat je niet alles... Ik kan het ook niet, want niet alles want altijd zien. Je kan toch maar zoveel kilometer ver kijken. Ja. Kijk, dus ik kan het tussen je ogen zien als je neus. Staat, hetzelfde zien als die. En als jij dus als jij 3D wil zien, dan kun je die hondkeer 3D zien. Want dat is best wel een dichtbij. Maar als je verder wil gaan kijken, kan jij niet meer 3D zien. Jij kan niet zien of de maan een 3D object is of een 2D plat vlak. Dat kan je door middel van berekeningen kan je weten. Onder andere omdat we de andere kant van de maan nog nooit gezien hebben. Dus de maan gedraagt zich als een plat vlak. Maar dat kan je door middel van berekeningen en frequenties. Is de maansverduistering? Hoe zit dat dan? Want de aarde gaat dan tussen de zon en de maan. Ja, maar dat kan toch niet? Soms zie je de maan daar en zie je de zon daar. Ja, dat begrijp ik ook niet. Hoe kan je ze allebei kan je dan de schaduw hebben? Omdat ze allebei boven je hoofd drijven. Het is een weerspiegeling. Nou, de weerspiegeling. Even zien. Hier is de maan. Hier is de zon. Ja. En ze zeggen dat dan een halve maan dat de schaduw van de aarde is. Ja. Maar die aarde zit eronder. Hoe kan de zon nou schaduw creëren op die maan? Is toch onmogelijk? Dat kan niet. Dat kan alleen. Nee, het kan niet. Het kan niet. Het kan normaal. Is klaar? Goedemorgen, lieve mensen. Denk ik dan.
Hebben we berichtjes? Heel veel. Toch? Staat zo, hier heb je de halve maan. Heb je zo de halve maan. En heb je hier de zon. En je zegt, ja, die staat er nog verder. Die staat er daar. Maar ik kan nog steeds niet de schouding van de aarde zijn. Die zit handen. Wat leuk jongens, dat jullie zo massaal, ja dat is iemand die wil in beeld. Normaal zou je zeggen van, als dit de aarde is. Oh nee, daar zijn we nu. Dat is je moeder. Als er een bol zou zijn, heb je hier de zon en daar de maan. Ja. Weet je? Dat zou dan en dat zou dan draaien. Ja, maar we zien dit, dat ze allebei boven zijn. Hoe kan die maan dan de schouding van de aarde hebben als ze boven je schijnt? Maar hoe kan het dan dat hola. Het zo landen dat het donker is? Come estas bien. Ik weet ook ten eerste niet alles. Dat wel. Maar als ik dan logisch denk, dan we weten het zou wel over de aarde heen gaan. Maar ik had ook al dat het een beetje een achtvorm is dat het over de aarde heen gaat. Ja, en hoe kan het zijn dat het bij de ene lange donker is? Is dat de zon daar minder veel schijnt? Of minder een sticker. Is? Ja, er wordt een sticker gestuurd. Dat is ook weer zomer, lente, winter en allemaal verklaard. De maan is maar dat zeg aan... ik toen. De maan is aan een zijde zwaarder, daardoor zien we altijd dezelfde zijde. Mensen denken dat de maan een bol is. Punt A, punt B zien en het is op een afstand waar je eigenlijk een curve zou moeten hebben, dus dat het eigenlijk onmogelijk is om die afstand te zien, weet ik in ieder geval dat de curve er niet is. Dus als we geen curve hebben, dan is er ook geen bol. Ja? Voor mij was die timelapse, dat draait. Nou, als ik met mijn camera ga draaien, ja, de aarde draait, dus ik met mijn camera dus ga draaien, kan ik nooit daar een perfecte cirkel krijgen. Dus de aarde draait ook niet. Ja, ik dacht van, nou, omdat je die curve niet ziet, omdat de afstand gewoon langer is. Ja, maar dat zeggen ze dan inderdaad, dat omdat wij te klein zijn en zo. Maar ze NASA gebruikt elke boot te verdwijnen. Daaraan kun je zien dat het een bol is. Dat is wat ze zeggen. Je hebt zelf een telefoon. Profiel bekeken. Maar ja, met je P9 zoek niet meer, dan heb je de boot weer. Dus dat klopt dan niet. Je mag ook een beeld zien. Als je in een vliegtuig, als je beneden zit en je kijkt, dan zie je de horizon, zie je op ooghoogte. En als je dan op een bol zou zitten, zou je jou steeds hoger gaan. Ja. Dan zou je eigenlijk op het duur naar beneden moeten kijken, als het een bol is. Ja. Maar dat is niet zo, hij blijft op ooghoogte, ja, hoe hoger ook gaan. Ja. Dus het klopt niet. Nee, het is niet en blijven. Hoe ik dan exact precies... Is die boot die zou gewoon je zicht, wat ik net ook al zei, je zicht gaat maar tot een bepaald punt. Dan houdt je wat je kan zien op. Ja. Dus dat hij dan in één keer naar beneden zou vallen. Ze maken altijd misbruik van onze beperkingen. Een van onze beperkingen zijn onze ogen. Wij denken ook dat we superieur zijn en dat we de beste ogen hebben van alles op aarde. En dat is juist niet zo. Nee. Een kat ziet veel meer. Daarom ook. De zonsverduistering of de maansverduistering, er drijven meerdere objecten in onze luchtlaag, projecties die wij niet kunnen waarnemen. Nou, zo hebben ze het wel eens over de zwarte zon. Nou, ik weet het niet hoor, maar het zou kunnen. Snap je? Ik sluit niks meer uit, weet je, doordat ik het niet weet. Maar ik zeg ook niet van, oh nee, dan moet het dat zijn, dus dat is nu waarheid. Dat is niet zo. Voor mij is de waarheid, als het vlak is het geen curve. Ja? En als dat kan, dan draait het in ieder geval niet. Ja, en wat dan precies, en dat de zon bijvoorbeeld warmte straalt, weet je, dat ik warmte voel van de zon. Het is ook gewoon waar als je in een bak, maakt niet uit hoe groot die bak is, rond, vierkant, bla bla. Nee. Dat het altijd zijn level zoekt. Dat het altijd vlak is. Ja, dit ook, kijk hoe je het glas ook houdt. Ja. Het zoekt altijd zijn level. Ja. Apart toch? Ja, en ze zeggen dan dat is zwaartekracht of zo, hè, maar ja. Ze zeggen dat is de hele zwaartekracht, ja. dat is hun lijnmiddel en alles wat hun verzonnen goed te lullen. It's magic. Ja? Wil je dat filmpje sturen? Ja, ga ik zo doen. Maar die satellietfoto's die zijn dus net. Als jij al ziet dat er een satelliet hè, die 16.000 km per uur eroverheen zou draaien. Maar er is wel weer een andere satelliet, blijkbaar, die daar een perfecte foto van kan maken. Precies. Stilstaan. Ja, dat begrijp ik. Moet je eens proberen met die camera van haar. Dat is een goeie hoor. Ja. Ga maar eens even gauw zo draaien een mooie foto maken. Dat is die foto die gemaakt is van... Die man die op de maan kwam, weet je wel. Dan denk je, ja, hoe kan dat dan? Deze stap op de maan, dan zie je hem, hoe dan? Ja. Waar is die cameraman dan? Ja. En zo simpel is het. Maar dat klopt niet, Juri. Green screen doen, je gaat steeds meer zien. Bubbles in space, weet je, dat ze zogenaamd in space zijn. Zie je allemaal boep. Het zijn gewoon foutjes die ze maken. Of dat ze aan die dingetjes hangen, en die weet je, aan die touwtjes. En die laars, die afdruk van die laars. Maar gisteren was ook mijn buurman hier, toen vertelde ik dat jullie kwamen. Toen zei hij ook van, ja, je hebt zo'n filmpje, ik heb het niet kunnen vinden. Dat die astronauten met een hand op de Bijbel moeten... Ja, dat ze boos worden en mam, gek, aborten. Ja. Die spreken dus eigenlijk waarom tegen. Dan? Tuurlijk zeg je dan, hier, mijn hand op de Bijbel. Ik zweer het, ik ben er geweest. Wat is het probleem dan?
Ja. Nu weten we het ook wel. Dus dan weten ze ook dat er een creator is. Ja, want dat, kijk, er zijn natuurlijk ook genoeg verhalen. Hè? Niet alleen over dit, maar over heel veel dingen zijn er genoeg verhalen. Want dan denk je, ja, er zijn mensen die de waarheid echt weten. En waarschijnlijk niet de hele waarheid, maar over bepaalde onderwerpen. Maar ja, die worden de mond gesnoerd natuurlijk. Ja, Vaticaan, hè? Die heeft een heel grote bibliotheek waar heel veel materiaal is waar wij niet bij mogen komen. Als je kijkt nou naar die Lydia, die piloot, dat vind ik daar een heel prachtig mooi voorbeeld. Die is 25 jaar is een piloot geweest. Ja. Die is sinds 2 jaar dat de aarde vlak is. Omdat iemand eigenlijk heeft gezegd van, hé, heb je daar wel eens naar gekeken? En ze had er nooit aan gedacht. Dus ja, gewoon elke dag vliegen van dat land naar dat land, weet je, lange vluchten. Maar als ze dat ziet dat allemaal gewoon. Ja, nu hebben ze zo, what the fuck, dat ik het er niet in heb gezien. Want nu weten ze natuurlijk ook van, hé, die meters zeggen eigenlijk gewoon dat we vlak zijn. En de meter zegt dat we recht vliegen en niet naar beneden drukken. En, snap je, maar naar de horizon en weet ik veel wat allemaal. Jury. De maan is niet aan één kant zwaarder, waardoor we er maar één kant zien van de maan. De maan heeft geen massa. De maan heeft geen gewicht. Waarschijnlijk een reflectie. Ja, ik weet dat je niet weet. Hè. Dus. Het blijft gissen. Ja. Ja. Maar het gaat erom dat we niet meer in die leugens meegaan, snap je? En dat we niet alles maar aan moeten nemen, ook niet van ons. Ja. Snap je? Dat je voor jezelf moet gaan resoneren en voelen. En ja, ik heb geen samen al. Ik vind het bijzonder. Ja, het is een prachtig onderwerp. Ja. En zeker omdat het zoveel stof doet opwaaien. Nou, weet je wat het ook is? Kijk, je kan niet over één ding praten. Dan komt er heel veel meer bij kijken, weet je. Want wat je zegt, waarom die leugen? Ja. Nou, en dan kom je eigenlijk bij het bewustzijn. Ja. Dus je kan niet alleen maar praten over, ja, de aarde is plat of hij is rond. Nee, het gaat om het bewustzijn, om het hele grote plaatje. Want waarom liegen ze en waarom hebben ze wel met zoveel landen het Antarctica-verdrag getekend? Waar dus niemand mag komen, waar alleen gecontroleerd komen. En weet ik veel wat. En waarom mag niemand daar komen? En ze laten daar ballonnetjes op met satellieten, want die satellieten bestaan wel, maar die hangen dan aan een ballon en die gaan de lucht en die zitten op high altitude of zo. En dan is het daar hoog, dat ze hoog boven de wolkjes, dan moet je niet zien dat ze hoog zitten. Maar onder het firmament, onder het Van Allen belt, zeg maar, nog, weet je, dus niet daar voorbij. Er zitten ballonnetjes met satellietjes, maar het zijn gewoon geen duiven en zo. Maar dus al die landen spelen dus al samen. Die weten dus eigenlijk dat de aarde dus geen draaiende bol is. Maar dat weten ze dus. Als VN-vlag is ook Flat Earth logo. Ja, dat zeggen ze omdat ze gelijkheid willen laten zien, toch? Dat ze dat daarom zo gedaan hebben. Ja, nou, dat valt gewoon zelf gelijkheid. Ja. Want iedereen is op. Kijk, als je op een bol, dan wandelen er letterlijk mensen 180 graden andersom. Ja. Ondersteboven. Maar dat vind je dat normaal, hè? Op het moment dus dat je weet dat de aarde vlak is, dan sta je allemaal rechtop. Want water is altijd waterpas, je leeft op een waterpas object. Dus er is niet iemand die schuin staat, of helemaal op de kop zelfs. Dus maakt niet uit hoe je het weet. Iedereen staat rechtop. Ja. Dat is de platte aarde. Dus juist de bol is de grootste verdeling hier ooit. De bol zorgt voor oorlogen, de bol zorgt voor economie, de bol zorgt voor fraude. Want ja, als ze jou kunnen wijsmaken dat je er bent waar je niet bent. En dat de regels die gelden heel anders zijn, dus niet alles is toeval en niet alles is zomaar ontstaan. En het is niet zo dat je hier eenmalig bent. Je zit in een energieveld wat zich constant vernieuwt. Alleen, ze hebben het voor elkaar gekregen door middel van leugens, bedrog, fraude en listige verhaaltjes. Je helpt, hè? Dat... nee, ik ben kwijt. Door listig bedrog? Oh ja, door list en bedrog eigenlijk iedereen vanuit het bewustzijnsveld is waar we in horen te zitten. Dus we zitten met z'n allen in het leugenveld. Dus we zijn met alles zijn we zaken aan het doen, we zijn economie aan het vergroten zogenaamd. We zijn consumentje aan het uithangen, wat allemaal niet hoort. Ja. Met alle gedrag erbij, want door die televisie gaan we naar de winkel. Ja. En gaan we dingen vinden en geloven. Met de telefoon blijven lekker bezig met niet onszelf. Nee, nou, die telefoon is... Nou, we zijn ook helemaal niet bezig met bepaalde dingen. En mijn zoontje juist weer wel. Je ziet echt een wereld van verschil, maar maakt niet uit. Iedereen zijn tijd. Ja, maar ieder zijn talenten, ieder zijn... Ja, wat is allemaal goed. Ik heb die grote ook gemaakt. Nou, ik heb de lijmpistool van die grote gemaakt. Ik heb die grote lijmpistool gemaakt gisteren, toen ik ermee bezig was. Dus we zijn gaan geloven dat de waarheid een leugen is en dat de leugen de waarheid is. Ja. Ze hebben alles omgedraaid. Satanisten draaien alles om. Ja.
Dus op het moment dat de overheid of welke instantie dan ook gaat zeggen dat iets niet goed voor je is, moet je eigenlijk gaan onderzoeken naar ja. Goed. Of het wel zo is. Ja, voorbeeld het is wordt heel makkelijk. Als je dat emotionaal draai je gewoon alles om en dan zeg je, oh, daar ze zeggen zonnebankje. Hè? Oh, dat is niet goed voor de kanker van mijn leven. Wat. Nou, zonnebank is dus goed, dat is lichttherapie. Ja, en, ja precies. Je moet gewoon te veel doen. Dat heb ik ook afgevraagd, ja. Ja. Maar te veel is nooit goed. Nee, met niks. Kijk, radioactiviteit willen ze ons doen geloven dat je daar dood van gaat. Maar er is eigenlijk niks gezonders als radioactiviteit. Niks gezonders wel. Hoezo? Omdat het het leven geeft. En als je nu naar Tsjernobyl gaat, waar zogenaamd dan een nucleaire explosie is geweest, omdat die powerplant ontploft is. Ja. Als je daar nu heen gaat, 30 jaar later, er is niks mooiers en groeners als Tsjernobyl. Zeg maar, alleen met rust gelaten door de mensen. Ja, ja, exact. Ja, exact. Ja. Onze invloed is essentieel op de aarde. Ja, 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 ja. En als je dus mensen gaat zeggen, ja, je woont op een bolletje en er zijn meerdere bolletjes. En het is allemaal toeval. Er was ooit eens een keer een grote knal. En er zijn al heel veel generaties voor ons geweest die er gewoond hebben. Ja, dan laat je mensen dus iets geloven wat helemaal niks met hunzelf te maken heeft. Dus de energie die ze uit gaan strooien in het veld heeft niks met hunzelf te maken. Ja, precies. Dus iedereen is in de war. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met energie. Ja. Die leugen. Heel veel mensen zijn in de war, die voelen zich depressief alleen maar door de energie. Ja, omdat ze niet zichzelf kunnen expressioneren. Zeker. Want ze zijn gebonden aan geld, ze zijn gebonden aan locatie. Nou, en dat niet alleen, maar het komt ook gewoon, je wordt afgestompt mede door de telefoon. Ja. Je wordt een soort van zelfs onzeker gemaakt door de telefoon. En door je eigen kinderen eigenlijk, feitelijk. Eigenlijk, ja. De volgende generatie zijn ze eigenlijk zo aan het indoctrineren. Niet alleen maar op telefoon, maar ook op seksualiteit. Ja. Ja, want ze willen die kinderen doen geloven dat seks hetzelfde is als liefde. Ja. Nou, dat heeft echt helemaal niks met elkaar te maken. Want liefde is onvoorwaardelijk. En net zoals een gelukkig samen zijn of een relatie. Ja. Heel veel mensen die zijn op zoek naar een relatie. Nou, het laatste waar je naar op zoek moet zijn op aarde is een relatie. Ja, precies. Je moet eigenlijk iemand die op dat moment met jou resoneert en dat je daar een hele leuke tijd mee kan nemen. Dat zegt mijn moeder, zegt dat al vanaf weet ik hoe lang. Ja. Die zegt, als je gewoon doet wat je doet, komt er vanzelf iemand die met jou resoneert. En op een gegeven moment, nou, wij gaan dan, ja, maar jij hoort toch bij mij, we zijn al zo lang samen. Ja. Maar op een gegeven moment heb jij bijvoorbeeld een hele andere frequentie of resonantie gekregen of interesses die niet meer bij mij passen. Dan moet je tegen elkaar zeggen, nou, het was gezellig, het was leuk. Mooie tijd. We hebben een mooie tijd gehad, maar ja. We gaan allebei onze eigen kant. Ja, nou ja, maar jullie, of om naast je te wonen en je hebt voor de rest van je leven een goede relatie met de vader van je kinderen. Ja, precies. Juist. Eigenlijk heb je daarin een godsgeschenk. Ja, zo zie ik het ook. Eerst zag ik het niet zo, maar nu wel. Ja. Nee, weet je, dus het gaat om onze interpretatie die wij aan iets geven met onze energie. Onze energie. Iedereen zegt, hoe kan je dat nou doen? Is dat niet normaal? Het werkt er goed, hè, papa naast de zonen, toch? En ik heb goed met zijn vriendin. Ja. Weet je? Oh. Dat is mooie tijd, dingen. Ja, jij gaat ook mee. Ja, echt. En als jij iets vanuit je hart wenst, dus niet vanuit je ego, maar vanuit je hart, kun je het zelf creëren. Klopt het op je pad ook, hè? Dus kun je om vragen. Ja. Dus jij er oprecht blij van wordt. Maar wenskracht is heel sterk. Als jij er oprecht blij van wordt, dan gaat het creëren, dan is het goed voor je. Komt het vanuit je hoofd, weet je wat, ik wil het! Ja, dan maar ik krijg wil het ook, blij vindt willen. Dan krijg je het ook, maar dan is het meestal destructief. Dus als het vanuit je hart komt, weet je, dus zonder dat je van, nou, ik moet het hebben, dan, oh, maar ik zou er wel zo blij van worden, weet je. Het zou zo mooi zijn als dat gebeurt. En je laat het los, dan heb je kans dat het op je pad komt. Kans 10 keer groter. Ja. Zo. Ja. Ik ga zo meteen naar buiten. Hoe laat gaan we dan? Nou, om 2:30 gaan we weg. Dus zorg maar dat je dan klaar bent. Maar het is nou... Hierna gaan we naar Erika, hè? In Zeeland. Oh, het is pas 12 uur geweest. We hebben melden dat we naar... Zeeland gaan, naar Erika. We gaan deze live even beëindigen en we komen zo weer terug. Dankjewel voor het kijken, iedereen.